Hallo, welkom bij een nieuwe Sims video. Vandaag ga ik Sims spelen. Vandaag gaan we Sims spelen. Ik heb de laatste tijd heel veel met mijn andere Sims gespeeld, maar vandaag is het nog eens tijd. Davy, want ik was eventjes haar naam kwijt. Davy komt net uit haar bedje en we gaan haar laten doen. Even naar het toilet, douche pakken. En dan gingen we bellen met Gunther, zeker? Of moesten we... Mijn opname is gestopt. Shit. Oeps. Vandaag moet ze niet gaan werken, dus dat is heel erg goed. Dan heeft ze tijd voor zichzelf en voor Gunther. Lekker iets eten. En dan yoga. Oeh, het is vlooimarkt in de stad. Oeh, daar kan ik Hunter en haar mee naartoe nemen. Dat is zeker hier. Yep. Niet maar Rafael. Kom maar Gunther. Eerst yoga. Oei, heb ik geen wasbak? Eventjes die ik open. Ja, het is gedaan. Dat zie je aan die houding. Eventjes e-mail beantwoorden en dan uitnodigen. Gunther. Niet op de huidige kou. Shit. Wat ga ik dan uitnodigen? Misschien reizen met Gunther. Gunther, Gunther, waar ben je Gunther? Hier ben je Gunther. Gunther ziet je daar. Perfect. Het is echt super mooi weer vandaag en morgen ook, dus geniet van het zonnetje als je dit kijkt. Op zondag. We gaan daar naartoe reizen, want naar dat plekje echt kan je niet reizen. En die is maar die irritante baby haartjes. Eigenlijk geen baby haartjes hoor. Maar ze zijn echt wel lang. Ik heb ze altijd en knip daar regelmatig af, maar dat groeit zo snel terug. Echt irritant. Dag Gunther, gaan we naar de vlooimarkt. Zo. Ondertussen een keer kijken wat er hier te doen is. Hè. Is er hier iets moois qua meubels dat ik kan kopen? Want die zijn hier altijd echt wel een stuk goedkoper. Eventjes zeggen dat ik hier ben, want normaal kan je dat. Maar ik weet niet of dat in dit niveau kan. Nee, in dit niveau kan je dat nog niet. Oké. Complimentje hier over de kleding. Ik weet je socializen, hè. Complimentje over het uiterlijk. Anders stuck in de friendzone.
Hey, loopt die nu weg van mij geflirt? Hoeveel meer is dat, Gunther? Oh, ik ben daar gewoon voor eten. Dat mag natuurlijk wel. Food is more important. En ook geen voedsel voor de Gunther. Oh, Gunther toch. Ik hoop dat dat niet fout gaat, mijn aantrekking. Anders blijf ik eeuwig single. Wat was dat, Hunter? En je dacht zo... Diep in je ogen kijken. Even in de licht. Oh, is dat de actie? Hoe cute! Oh, Gunther is vrijgezel. Dan is het tijd voor de eerste kus. Oh, alle... Voor allebei de eerste zin. Oh, heeft hij de goede? Denk het wel. Yep. Wie loopt het heel weg? Haar. Niet super goed, hè? Allee, niet haar, hè. Ook wel, maar vooral haar van Mizuki Ishikawa. Wat? Moet ik het uitspreken? Oh, ik ga vast verkering vragen. Want het, in de Sims zijn allemaal veel vlogger. Eerst kus, dan vaste verkering. Dan gaan we de appartementsleutel geven. Over wang strijken. En de gepassioneerd zoenen. Alleen in het echte leven had Tim even snel als in de Sims. Tim van Temptation. Van Temptation. Hey, waar ben je, Gunther? Ik heb je net mijn appartementsleutel gegeven. Don't ignore me. Nee, ik wil hem niet terugnemen. Zo snel gaat dat dus ook bij Tim. Ik ga nu een aanzoek. Hey, wel mee aan zijn knie. Shit. Dan gaan we eventjes moeten fixen. Nu heeft hij mij echt niet graag. Help. Ik wil de volgende aflevering nog wel trouwen. Het is wel terug beter. Zou ik het nog een keer durven? Straks. We zijn niet gewoon vrienden, we zijn verliefd. Super, ja. Ik durf ze nu niet meer te vragen. Hè.
Sofjan, geen vrienden, verliefd. Buk. Gaat het nu lukken? Oh, nee, toch niet. Shit, nee. Twee keer afgewezen worden. Nee, nee, dat is niet goed voor mijn imago. Tijd om meubels te zoeken. Nee, we gaan iets kopen. Deze. Toch. Oh, kom weer. Ik vind die lamp eigenlijk ook wel mooi, maar ik weet niet waar ik hem zou zetten. Die stoelen. Terug maar zo. Dan gaan we die kopen. Ik heb eigenlijk niet meer zo heel veel geld. Nog vlug de liefdespijp blazen voordat het festival klaar is. Voordat ik in mijn schaamte zak. We gaan het samen proberen. Ja. Ja, ik heb verkeering met er altijd is gedaan. Waar is de hond eigenlijk? Hunter! Is die weggelopen van mij? Waar is mijn hand? Hunter! Hunter, waar ben je? Ik denk dat hij naar huis is gewoon. Oh, ik wou nog vragen om te blijven slapen. Dit is ook echt wel drie keer gedumpt eigenlijk op één avond. Ah, hier is de Hunter. Yes. Dan kan ik toch nog uitnodigen om te blijven slapen. Nope. Toch niet. Oei. Dat loopt hier niet goed. Ik wil echt niet blijven slapen, Hunter. Nope. Och ja, dan ga ik naar huis, hè. Mijn hartje is gebroken. Dan gaan we mijn pipi doen. Heel een goede avond voor ons. Alhoewel, wel en totaal niet. Maar we gaan dan morgen en dan in de volgende aflevering zeker fixen. Misschien ga ik in de volgende aflevering wel om huwelijk plannen. Nog even douchen. Nog een beetje yoga. En dan gaan we een dutje doen. Ik vind die trui echt wel goed erg passen. Echt een goede outfit. Oh, we zijn nog maar niveau 3. Welke oefeningen kunnen jullie? Kan je dit? Met vallen erbij. En gedaan, want dat is een lijkhouding. Dan gaan we slapen. En even opslaan. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!